Goedemorgen. Nou ja, ik ben weer eventjes op het beeld bij de jongens van Beat FM. Het volgende is gebeurd. Wij hebben jongstleden een hele mooie inzamelingsactie gehouden bij de Buk in Heilo. Een voedselinzamelingsactie. Daar hebben we echt heel veel donaties gekregen. En er gebeurde daar iets moois. Er kwam een particulier met de grote stationwagen afgeladen vol met boodschappen. Wij hebben die mevrouw even geholpen met uitladen. En toen vroeg ik ernaar, hoe ben je aan zoveel boodschappen gekomen? Bleek dat zij met een paar kennissen om de tafel zat, een paar dagen daarvoor. En toen kwam de energietoeslag ter sprake. En zij zei, joh, wij hebben dat geld eigenlijk helemaal niet nodig. Laten we daar iets goeds mee doen. Dus wat hebben ze vervolgens geïnitieerd? Ze hebben het geld wat ze gekregen hebben van de toeslag, hebben ze bij elkaar in de pot gedaan. Hebben ze allemaal boodschappen gedaan voor de kledingbank van onze voedselafdeling, zodat de minima het weer wat ruimer hebben. Dus dat was echt een prachtige mooie donatie. Daaropvolgend, wat gebeurt er? Een paar dagen later zijn we gewoon aan het werk bij de kledingbank. Er komt een particulier hier binnen die zegt, jongens, ik heb een heel mooi initiatief. Ik wil dat wij daar samen iets mee gaan doen. Wat was het initiatief nou? Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als die mevrouw bij de Buk. Hij zat met een paar kennissen om de tafel gezellig te borrelen. En toen kregen ze het ook over de energietoeslag. En die man die zei ook van, joh, wij moeten daar iets mee doen. Wij hebben dat geld niet nodig. We willen daar een goed doel mee gaan helpen. Vervolgens kwam een van zijn vrienden, die kwam met de kledingbanken in het gesprek. En die zei van, joh, hij zegt, ik ken de kledingbank in Noord-Holland Noord. Die jongens doen echt hele goede dingen. Misschien willen zij met ons samen iets oprichten. Een bepaalde mooie actie om wat extra geld in te zamelen. Vervolgens kwam die man bij ons, die zegt, joh, die heeft het hele verhaal uitgelegd. Die zei, joh, ik wil hier iets mee doen. Kunnen wij samen een mooie actie oprichten. Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Daar is de actie uitkomen rollen. Geef de warmte door. Hetzelfde principe. Mensen die dus eigenlijk het geld voor de energietoeslag niet nodig hebben, kunnen dat doneren aan de kledingbank. Door middel van een QR-code op onze Facebookpagina. En wij gaan daar kleren voor kopen voor kleine kinderen. Kleren, speelgoed, onderbroek, sokken. Dat soort spullen maar. Want de winter komt eraan. Er zijn minima en die kinderen daarvan die zijn natuurlijk ook wel arm en die willen ook een warme winterjas hebben, maar ook een leuke feestdagen, dus we gaan er ook cadeautjes van kopen, zodat die kinderen eigenlijk ook een keer een mooie kerst en een mooie Sinterklaas hebben.